Dag beste mensen, in deze video het einde van de eed van Hippocrates. We zitten regel 13. Hij heeft gezegd dat hij niet zal snijden. Hij is geen chirurg, deze eedaflegger. Wat zal hij dan wel doen? Es oikias de hokosas an esio, eseleusomai op epoveleie kamnonton, ectoseon passes adikies hekuses. Kai ftories, enzovoort. Es is ionisch voor ijs, is naar of in de huizen. Hokosas is ionisch voor hoposas, en denk welke ook maar. Dus in de huizen, welke ook maar, an esio. Esio is weer ijs-io. En io is een cognitief, is presens actief van eimigaan. Dat herken je aan de jota ook weer. Dus binnengaan komt het vandaan. Hier is het cognitief presens met an. Dat is hier in dit geval een futuralis, want hier staat een futurum naast. Dus in de huizen welke ik ook maar binnen zal gaan, oftewel in alle huizen waarin ik binnen zal gaan, es eleusomai, is gewoon een normaal futurum van eis ergomai, of es ergomai in het Ionisch, zal ik binnen gaan dus. Epephelei kom kamnonton. Hé, dat hebben we eerder gezien. Dat stond ook in regel 9. Tot nut van de zieken. Ga ik niet nog een keer uitleggen. Zal ik binnengaan tot nut van de zieken? Ectos eon, letterlijk zijnde buiten of zijnde zonder, oftewel gewoon samen zonder. Dus genitief is zonder elke adikie, onrecht, hekousie. Hekousius betekent vrijwillig of opzettelijk. Dus zonder elke opzettelijke onrechtmatige daad, onrechtmatige handeling. Kai ftories. En ftoriae betekent verderf of zoiets dergelijks. Dat zagen we ook bij een, weet je nog, die tampon die niet zal geven. Het is geen, hier zou een person ftorion. Dit is dan een bijvoeglijk naamwoord, maar dit is dan een zelfstandig naamwoord. Ftoria, ftoriae in het Ionisch. Dat is iets dodelijks, iets verderfelijks als het ware. Dat zal hij ook zich van onthouden. Hè. Ook daar zal hij zonder zijn. Test alles en van de andere, van het andere ofzo. Dat is een beetje een uitdrukking. En wat betreft het andere en verder, of in het bijzonder of zoiets dergelijks. Ook, wat zal ik nog meer? Hè? Dus zijn de zonder, het genitivus krijg je dan. Dus in het bijzonder ook nog Aphrodision ergon. Dus Aphrodite-achtige daden, hè, dus dat zijn seksuele handelingen. Epitegunai kaion someton kai androion. Tegenover, tegen of jegens, of op of met of wat dan ook. Vrouwelijke lichamen en mannelijke. Zelfs al zijn die mensen niet meer in leven, dan nog steeds. Hè, dan geldt dat weergegeven nog steeds. Dus somatoon, lichamen. Meervoud genitief van soma. Eleuteron te kaidulon. Vrij en als slaaf. Van vrijen en van slaven. Zo kan je het ook vertalen. Geeft natuurlijk wel iets weer over die maatschappij. Die onderscheid zou nu eigenlijk überhaupt niet meer gemaakt worden. Maar dat was toen een vastgestelde institutie dat je vrijen en slaven had. En nu is slavernij sowieso iets illegaals. Dus dat doet er eigenlijk helemaal niet meer toe. Dat hoef je ook niet op te nemen in een eet. Dus je zult het ook terugvinden uiteraard. In de moderne eet, daar staat het niet in. En dan, ingewikkelder stukje. Hadean en therapeie ido e acuso. E kai anu therapeies katabion kai antropon. Hamegre pota ekla leista exo. Sige somai. Areta en gemenos en tatoyota. H, relatieve met ingesloten antecedent. Bedoeld wordt is niet. H is natuurlijk een relatief, maar het betrekkelijk voornaamwoord, komt van hos, die. Ja, wat nou die? Nou, tauta H, de dingen die. Een ingesloten antecedent, moet je erbij denken. De dingen die is een ik-vorm. Dus ik en therapie, in mijn therapie, in mijn behandeling, in mijn praktijk, of zal zien, ofwel zal horen. Dit is een cognitivus aoristus, dus geen futurum of zo. Zie hieraan bijvoorbeeld cognitivus van horao is natuurlijk eidon.
stam daarvan is id. Hè, die epsilon is een argument. Hier in de cognitieve vorm, samen met an, maakt het een futuralis. Dit lijkt een future, maar het is ook een cognitieve auristus. Het is precies dezelfde vorm in de ik-vorm. Maar het heeft ook een futurum betekenis natuurlijk, want het gaat hier over het futurum. Dat kan je hier bijvoorbeeld zien in het hoofdwerkwoord. De dingen die ik in mijn behandeling ofwel zal zien ofwel zal horen, ofwel ook aan uit therapie, is ook wel gewoon buiten mijn behandeling, aan of zonder behandeling, hè, dus niet in, maar gewoon naar buiten, kata bion anthropon, in het leven der mensen, in het algemene openbare leven, zo noemen ze dat in het Grieks. En dan nog een keertje, ha me gre pote ekla leistai exo, die niet, het is nodig, ooit naar buiten verteld, eruit geflapt worden, exo, naar buiten weer om. Dus eigenlijk, nou, dat is natuurlijk ingewikkeld, dat is natuurlijk een soort ACI, hè, waarvan het niet nodig is, zouden wij misschien best kunnen vertalen, waarvan het niet nodig is dat ze ooit naar buiten gebracht worden, openbaar gemaakt worden. Zo kan je dat een beetje samen vertalen. Oftewel, die nooit geopenbaard moeten worden ofzo. Nou, dat dus, die zal ik dus sigaesomai, futurum van sigao, in het is eigenlijk medium dus hier zo, die zal ik verzwijgen. Areta hegaimenos, einaita teauta. Hegaimenos, in het Attisch hegumenos, presens participium, medium van hegeomai, betekent menen. Menend, tatoyauta, dat de dergelijke dingen moet je daarbij bijvoegen, dat is zelfstandig gemaakt, dat tatoyauta, dergelijke dingen, dat de dergelijke dingen, areta einai, letterlijk onzegbaar zijn, niet te zeggen zijn, verzwegen moeten worden. In de mening dat die dingen dus verzwegen moeten worden. Nou, en dan tot een afsluiting van deze eet. Hor kon menun moiton de epithelia peionti, kai me syngeionti, eia e paurastai kai biutai kai technes doxa domenoi, para passin anthropois eston ae chronon. Mooi. Voor mij. Dus, un. Aan de ene kant, men. Hor kon tonde epithelia peionti. Poionti, patient presens actief, ook inderdaad, die is net als mooi, dus het gaat daarover. En epithelia hoort daarbij, dat kennen jullie wel. Epitheles of epithelia poieo betekent ten uitvoer brengen, voltooien, iets dergelijks. Dus voor mij, wanneer ik ten uitvoer breng, hor kon tonde, deze eet. Wanneer ik deze eet ten uitvoer breng, oftewel als ik me eraan houd. Kai me syngeionti. Dat is ook weer een dative participium presens actief. Hoort ook bij mooi. Syngeo betekent overtreden. En als ik die niet overtreed, dan komt een optative in het presens die gewoon een wens aangeeft. Dus een hoofdzin dus. Hè. Mogen het zijn. Letterlijk. Epaurastai komt een inventivus bij. Mogen het, kan je dan uitleggen, zoiets als mogen het mij vergund zijn. Epaurastai, zoiets als succes te hebben, of zo, betekent dat. Kai bio kai technes. Zowel van het leven of in het leven, zowel in mijn techne, in mijn vak. Doxa zom menoi, ook in de dativus participium presens, in dit geval passief. Heeft te maken met dat mooi hier zo. Er staat hier weer zelfstandig gebruikbaar, maar daar moet je me maar eventjes niet aan denken. Want volgens mij gewoon bij mooi. Wanneer ik in ere gehouden word, of terwijl ik in ere gehouden word, terwijl ik me onderscheid bij of door, of iets dergelijks, pas in anthropois alle mensen. Estonai gronon, dat is een uitdrukking, letterlijk voor de altijd tijd. Nou, voor de tijd van altijd, of tot in de lengte der dagen, voor altijd. Dat is gewoon een uitdrukking. Dat AI is een soort bijvoeglijk naamwoord geworden hier zo. Dus het mogen het aan mij vergund zijn om succes te hebben in het leven, in mijn vak, terwijl ik geëerd word door, of bij alle mensen, voor altijd. Hoge punt. Met de, hier hadden we men. Aan de ene kant, als het me eraan houdt, mogen het er goed gaan. Aan de andere kant, parabainonti de kai epiorkeonti,
tainantia tuton. Maar, voor mij, para binonti dativ is van het participium presens weer. Als ik daar letterlijk para bino tegenin ga, oftewel als ik hem overtreed, kai epiorkeionti en een valse eetsfeer. Je kent het woord horkos, hè, dat is eet. En epiorkeo betekent tegen de eet ingaan, oftewel valse zweren, niet aan de eet houden. Nou, een beetje synoniem hier, hè. Als ik hem overtreed en als ik me een valse eetsfeer of hem niet aan de eet houd, nou, en dan ja, kan hij nog wel een keer alles gaan zeggen, maar dan zegt hij heel veel kort, tainantia tuton. Dan moet je lezen, ta enantia. Dat is een crasisvorm, een samentrekkingvorm van ta en enantia. Enantius is tegenovergesteld. Hier zelfs dan gebruikt als de tegenovergestelde dingen, want dat is onzijdig meervoud. Dus wij zouden in enkelvoud liever zeggen, het tegenovergestelde toetoon, genitivus, van die dingen, daarvan. Dus, maar als ik me overtreed of me die niet inhoud, het tegenovergestelde daarvan. Nou, dat is een mooie wens. Ik heb tot slot nog eventjes staan hyperbaton. Overstapje, nou ja, in ieder geval al die woorden die congrueren met elkaar. Tonde en horkon in dit geval hoort echt bij elkaar en zet het uit elkaar. Om dat horkon meer aandacht te geven en vooraan te zetten. Let ook op alle groene onderstreepte dingen. Dat zijn weer ionische elementen. Maar voor de rest is dit een mooi einde van deze eet, denk ik wel. Ik beloof me eraan te houden en als niet, sla me dan maar neer. Goed. Tot zover en succes ermee.